Het was verwachtbaar dat het energieverbruik in huishoudens vanwege de COVID-19-pandemie en de ingestelde lockdowns zou toenemen. Dat is ook het geval in het district Nikeri. Dit gaf Brian Overeem, EBS-superintendent Nikeri, aan tijdens het werkbezoek van minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Behalve dat mensen nu meer thuis zijn, speelt ook het weer een rol. Door de hitte worden ventilatoren en airco's vaker en langer aangezet voor verkoeling. Dus is de piek tot en met juli 2020. Onze piek hebben we standaard in september, oktober. Dus als we september, oktober weer bekijken, vermoeden we dat we ergens rond de 17 gaan we dit jaar piek gaan hebben. Met de huidige centrale is dat niet zo ramp. Als er niks met de machines aan de hand is, kunnen we het gewoon dekken. Stroomonderbrekingen hebben verschillende oorzaken. Het gaat niet altijd om een technisch mankement. Soms is ook de natuur debet aan stroomuitval. De status van het netwerk gaf ik ook al net door. De storingen die wij hier in Nikeri meemaken in ons netwerk is zeker rond de 80% van gedeelte. We zitten in een landbouwgebied, je hebt constant avaries, vogels, slangen. Ik weet ook niet hoe die slang daar kwam, maar ook slangen in het net. Dat is zeker 70-80% van onze storingen worden daar veroorzaakt. De rest wordt veroorzaakt door veelal blikseminslagen, aanrijdingen.